Hey, hallo, welkom bij Eurogamer Benelux. Mijn naam is Sander en met mij is Bert. Hey, dag iedereen. Hey Bert, ik heb je er even bij gehaald, want ik wil met jou even gaan praten over Mario plus Rabbids Kingdom Battle op de Nintendo Switch. Een game die waar ik persoonlijk, en ik weet dat jij, er ook behoorlijk naar uitkijkt. Ja, tegen alle verwachtingen in was ik heel enthousiast door de presentatie tijdens de E3. Ja. De game was gelekt 2 of 3 maanden daarvoor, denk ik. Ja, zo'n beetje wel. Ja, met enkel dat rare screenshot met de Rabbids en Mario en die kanonnen. Ik behoorde tot de menigte die de game meteen afschreef, maar ik heb een draai van 180 graden gemaakt. Ja. Klopt dat? 180 graden? Ja, ja, dat klopt tijdens wel. tijdens de presentatie op de E3. Het is sowieso al een behoorlijk unicum, deze game. Want het is een bijzondere samenwerking tussen Nintendo en Ubisoft. En Nintendo die zowaar zijn geliefde Mario, uitleent aan een andere studio om daarmee iets totaal anders te gaan doen. Het is eigenlijk sinds geen tijden meer gebeurd. En dit maakt het ook gelijk, als je Mario Kart 8 niet meerekent, het eerste Mario-avontuur wat we kunnen gaan spelen op de Switch. Ja, op een goede moment, want Mario Kart 8 ligt ondertussen alweer een maand of 2 achter ons. En dan hebben we Mario Odyssey in oktober. Dus ik denk wel dat het op het perfecte moment komt. Ik denk het ook. Goed, maar inderdaad, over die E3-presentatie. Yves Guillemot, Shigeru Miyamoto met 2 grote armkanonnen op dat podium. Om Mario en Rabbids Kingdom Battle te onthullen. Met mijn persoonlijke hoogtepunt een huilende Davide Soliani. Oh, die man. De geestelijk vader van dit hele project. Ja, schitterend. De game wordt ontwikkeld door Ubisoft Milaan en Ubisoft Parijs. En Nintendo heeft eigenlijk alleen maar een consultancyrol. En het laat sowieso weer zien dat Ubisoft eigenlijk altijd wel een mooie samenwerking heeft, hè, met Nintendo. Het is eigenlijk altijd wel een studio geweest dat, maakt niet uit welke systeem ze op de markt brengen, ze geven altijd Nintendo goede ondersteuning. Ze blijven er lang bij. Hè, zelfs met de Wii U. Maar nu ook weer. Just Dance 2018. Rayman Legends. Definitive Edition. Die Starlink game. Hè, de Starlink Battle for Atlas. Geen AAA games. Maar ja, goed. Gaat dat nog doorpakken? Of gaan we dit soort meer dit soort kleinere titels zien, denk je, Bert? Om eerlijk te zijn, hoop ik dat we meer zo'n titels mogen zien. Want Ubisoft was ook de studio die achter het niet heel bekende, maar wel leuke Child of Light zat. Ik weet niet of je die ooit hebt gespeeld. Schitterende game. Ja, heel uniek. Qua storytelling, qua combat. Ik vind het wel leuk dat het een aanvulling biedt op de Assassin's Creed's en de Far Cry's van deze generatie. Wat mij betreft, ik hoop uit de grond van mijn hart dat Mario Rabbids pakt, zal ik maar zeggen. Zodat er meer zo'n titels mogen gemaakt worden voor de Switch. Ja, zeker weten. Vertel mij eens, Bert, wat is er zo uniek aan Mario plus Rabbids Kingdom Battle? Qua de game, qua gameplay, wat mogen we verwachten? Wel, verrassend genoeg is het denk ik de eerste strategische Mario game. Dus wat we eigenlijk hebben is een soort kruisbestuiving tussen de Mario en Rabbit franchises aan de ene kant en de turn-based strategy game XCOM aan de andere kant. Dus wat we hebben is, jij als speler speelt met 3 figuren uit het Mario & Rabbids universum en neemt het daarbij op tegen allerlei soorten rabbits die Mushroom Kingdom om zeep hebben geholpen. En dat in tactische gevechten, die eigenlijk volledig leunen op het XCOM-principe, waarbij je cover kunt zoeken, bepaalde skills kunt gebruiken en ga zo maar door. Dus ik kijk er wel naar uit. En ik denk ook wel dat het verder gaat dan gewoon zal ik het maar zeggen, het XCOM schabloon met daarover Mario uitgesmeerd. Want de gameplay footage die we tot nu toe hebben gezien laat ook wel een aantal unieke elementen zien. Zoals warpipes die je van de ene kant van het slagveld plots naar de andere kant kunnen brengen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor je vijand, dus je moet heel goed uit je ogen kijken. En wat we ook al gezien hebben is het feit dat je je partners, dus je strijdmakkers zal ik maar zeggen, kunt gebruiken om net verder te komen door ze als een soort springplank te gebruiken. Vond ik ook wel een leuke touch. Ja, dat soort combo moves die ga je vaker zien in deze game. Om even terug te komen op de Rabbids, want eigenlijk minions on crack kan ik ze misschien het beste omschrijven. Ik denk dat dat nog een understatement is. Ja, ik denk het ook, ja.
komen van origine komen ze uit Rayman Raving Rabbids. Dat was een minigame collectie waar dan die rabbits in geïntroduceerd werden. Zijn al eens eerder op Nintendo platforms gezien. Game Boy Advance games, 3DS games, Wii en Wii U. Rabbids Lands bijvoorbeeld op Wii U en Rabbids Rumble op 3DS. Ja, en het zijn inderdaad echt wezens die een en al chaos en wanorde promoten in alles wat ze doen. Slaan ook echt alleen maar wartaal aan uit en een hele hoop gekrijs. Ja. maar het belooft wel een hele aparte humor. Waarschijnlijk ook een humor die je misschien een beetje moet gaan liggen om daar echt van te kunnen gaan genieten. Maar ze gaan wel echt alle kanten op. Ik heb zelfs op een gegeven moment in een gameplay trailer heb ik een vijand gezien. Volgens mij was het een eindbaas die opera zong. En dat is eigenlijk iets wat ik al niet meer heb gezien sinds Conker's Bad Fur Day op de N64. Dus ik had al gelijk zoiets van, ah cool, dit, ja. Gewoon een gaaf idee om te zien weer eens een keertje. Zeg, in het allerslechtste geval, als de humor je niet ligt, kun je nog altijd vreugde scheppen in het omverknallen van die vervelende beesten. Dus het is een win-win situatie wat mij betreft. Ja, dan moet je diegene in je team maar gewoon tolereren en ervan kunnen genieten dat je de vijand in ieder geval om zeep kan knallen. Sander, een friendly fire ongeluk is rap gebeurde. Over Friendly Fire gesproken, er is co-op multiplayer, Bert. Alleen niet in de campaign, dus in het single-player verhaal, maar het is een aparte modus die bepaalde challenges aanbiedt. Sessa, het is maar zo. Ik had het liever in de volledige campaign gezien, maar hey, dit is de game zoals ze het nu aanbieden. Co-op challenges dus. Ik vind het eigenlijk al een prestatie om er co-op in te steken in zo'n soort game. Dat is waar. Want ik... Om eerlijk te zijn, als ik XCOM speel, ben ik echt heel secuur in mijn zetten en wat ik doe. En ik zou voor geen geld ter wereld de controle over mijn characters aan iemand anders willen overlaten. Dus volgens mij wordt Mario Rabbids Co-op nog slechter dan een spelletje Monopoly of Risk. Als je dan Iron Man modus aanzet, dan zit het echt... Vriendschappen gaan verscheurd worden, Sander. Ik zeg het je. Ja. Ja, en vergeet niet, je zit binnen handbereik, want co-op multiplayer is alleen maar local te spelen, dus niet online. Verscheurde vriendschappen en verscheurde gezichten. Ja, zoals in de goede oude tijd. Wel in de goede oude tijd, inderdaad. Maar wel leuk om de terugkeer te zien naar couch co-op. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat dat ook een van de dingen is die de Switch weer helemaal geïntroduceerd heeft. Dat couch co-op, dat local multiplayer. Je zag het al een tijdje op de PC, maar de Switch brengt het echt weer terug naar consolegebied, waar het in mijn beleving hoort. Ja. Ik ga nog even de nerd uithangen, Bert, want ik wil het even met jou hebben over de Snowdrop Engine. Het is een game engine waar Mario en Rabbids Kingdom Battle dus op draait. Is een engine van Massive Entertainment, die onder andere verantwoordelijk zijn geweest voor Assassin's Creed Revelations, Far Cry 3 en The Division. Het valt mij op, en ik ben heel blij om te zien, dat deze engine heel erg schaalt naar de toch lagere specs van de Switch. Want als je kijkt naar een Division en de graphics die dat neerzet, ben ik toch blij verrast dat die engine toch genoeg aanpasbaar is om op de Switch toch ook een hele mooie, maar ook vloeiende game kan neerzetten. Ja, dus ik maak me ook helemaal geen zorgen dat de engine misschien te heftig is en dat we misschien heel veel framerate problemen gaan hebben. En medewerkers van Ubisoft hebben toch aangegeven dat de game ontzettend smooth draait. En ja, als je Ubisoft zelf niet op het woord gelooft, kijk dan maar naar de trailers, want daar zie ik toch echt een hele mooie, vloeiende, gestroomlijnde game draaien de hele tijd. Ik denk ook wel dat het een game is die goed past bij het concept van de Switch. Ja, absoluut. Net zoals bijvoorbeeld op de 3DS en zijn voorgangers de Fire Emblem-reeks altijd een thuis heeft gehad, denk ik dat games zoals deze, maar dan meer van het XCOM-principe, echt wel goed op de Switch passen. Sterker nog, ik speel XCOM het liefst op mijn Vita. Ah ja, juist. Daar past het toch echt goed, hoor. Maar goed, Bert, ik kijk in ieder geval enorm uit naar deze game. Het concept is echt bizar. En ik had nooit verwacht dat een game als dit A, potentieel heeft om te slagen, en B, mij ook echt gigantisch gaat interesseren. Maar we zijn er en ik heb er zin in. Oh ja, ik ook. Behalve dan de local co-op.
Ja, dat is mes op tafel natuurlijk, dat snap je. Inderdaad, mes tussen de ribben bedoel je. Ja, oh ja, ja, precies. Wat vinden jullie er thuis van? Laat het ons weten in de reacties. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en een duimpje achter te laten als je dit filmpje leuk vindt. En als je dat allemaal hebt gedaan, vergeet dan ook niet dit filmpje te delen met je maten. Voor nu, Bert, tot later. Ja, tot ziens. Doei. Hoi.